Jeffrey Fortes, we zitten inmiddels even na de wedstrijd. Heb jij inmiddels woorden gevonden voor deze nederlaag? Ja, woorden. Het was gewoon niet goed genoeg. Ze wilden gewoon niet als team. Het was een zwak begin, heel slap. Waardoor je na 1 minuut al tegen een achterstand aanloopt. Vervolgens pakken we niet die op. Lopen zij uit op 2-0. Dan weet je dat je een zware avond hier tegemoet komt. De wedstrijd was eigenlijk na 6 minuten klaar. Ja, kan je wel stellen, maar dan zie je dat de storm naar een kwartier gaat liggen. En dan, dan krijg je weer hoop. En volgens de tweede helft spreek je al vol druk erop. En voor je het weet ligt hij alweer in het mandje. En dan verlies je hier gewoon. Hoe kan het dat na 2 wedstrijden tegen Excelsior en Vitesse, waarin steeds erop is gehamerd, de beginfase van Dordt is matig, dat moet beter, dat jullie hier vanavond zo beginnen? Ik wou dat ik het kon zeggen, maar dat weet ik zelf ook niet. Het is gewoon heel slap. We hebben heel de week erop getraind en we hebben het erover gehad. Je Cambuur uit, het is altijd lastig. Publiek erachter, je weet dat ze vol erop klappen. En als ze dan zien dat we ons zo, dat we dit vertonen, dat kan gewoon niet. Wat misschien dan nog wel het meest onthutsende was, was dat je gedurende die wedstrijd ook gewoon zag dat jullie machteloos waren. Jullie hebben ook bijna niets gecreëerd. Nee, inderdaad. Vorige week hadden we nog meer gecreëerd. En nu de kansen die we kregen waren volgens mij uit corner. En die gingen er ook niet in. En dan is het gewoon een hele zure, zware avond. De trainer had wat keuzes gemaakt. 4 andere gezichten ten opzichte van vorige week. Jij speelde weer op jouw vertrouwde backplek. Hè? Heb je ook niet het idee dat deze ploeg behoefte heeft aan vastigheid? Ja, vastigheid. Ik bedoel, we zijn nu alweer maanden verder met elkaar. We trainen elke dag samen. Vorig jaar hebben we ook veel wisselingen gehad. Dus ik wil dat niet als excuus gaan gebruiken. En dat moet ook niet. Je moet gewoon als team je moet gewoon beter presteren dan dit, want dit kan echt niet. Dan komt er nu een interlandperiode aan, die komt jullie misschien nu wel even goed uit. Ja, ik denk het ook. Helaas ben ik niet bij de groep dan. Het is inderdaad zo nu met die interlandperiode kunnen jongens rustig met elkaar zitten en even hierover praten, want dit kan niet. Zijn er al stevige woorden gevallen in de kleedkamer net? Nou, niet echt. Maar dat heeft ook te maken met teleurstelling. Het heeft nu ook niet zoveel nut om harde woorden tegenover elkaar. Even rustig laten bezinken en dan gewoon erover praten.